frisse maandagavond in Schiedam-Zuid in de Lelystraat. Albert Bons neemt afscheid van de BVSZ, bewonersvereniging Schiedam-Zuid. Albert, wanneer ben je erbij begonnen? Ik ben in 1980 begonnen. En toen ben ik begonnen als eigenlijk secretaris. Heb ik tot ongeveer 87 heb ik daar mee werkzaam geweest. En 87 ben ik voorzitter geworden. Daar heb ik mijn ex-vrouw op gevolgd. Dat is ook wel heel aardig. Dus Dien Inessen was dat. En sinds die tijd tot nu toe ben ik dan voorzitter geworden. Waarom ben je daar bij die club ooit begonnen? Dat kwam eigenlijk door mevrouw Maagdenburg en Koos Osterholt. Die hebben me toen bepraat en zo. En er was toen een probleem met het toen huidige bestuur van de bewonersvereniging. Met Koos van der Keur als voorzitter. En Jan Joren als secretaris. En die waren met z'n drieën opgestapt. En met ook de penningmeester. Dat is van de Koning was dat. En toen zijn ze mensen gaan zoeken. En zo kwamen ze ook bij mij uit in feite. Wat is er in die 35 jaar allemaal veranderd in de wijk? Ja, heel veel natuurlijk. Als je ziet waar ik nu zelf woon op het GTB-terrein. Dus het is een schitterende woning waar ik nu zelf de profijt van trek. We hebben het zwembad er nu toe kunnen behouden. En je ziet in de Lekstraat is een heleboel nieuwbouw geweest. En je hebt een nieuwe Delta-dijk gebouwd. De Hagense, of de Hoofdstraat. Hoofdstraat. De Havendijk is natuurlijk helemaal nu weer opgeknapt, net als de Maasboulevard. Is het nog van deze tijd, bewonersverenigingen, denk je? Nou, misschien harder dan ooit. Want je merkt bij de gemeente dat ze steeds minder participatie plegen te doen naar de bewoners toe. Inspraak vinden ze helemaal niks en dat merken we keer op keer. En ik ageer me constant tegen. En daarom zijn bewonersverenigingen in opstand harder nodig. Want de gemeente zegt van, ja, het zit niet in ons beleid dat we protesteren tegen ons beleid. Want dat was eigenlijk de club waar je altijd maar tegen moet ageren, tegen die gemeente. Heeft dat ook nog te maken met welke wethouder er zit? Heel veel. De ene wethouder is toegankelijker dan de andere wethouder. En ook met WoonPlus hebben we ook heel vaak zaken mee moeten doen. Dus, maar dat is afhankelijk van welke wethouder er zit. Inderdaad, de ene is heel sympathiek tegen je. De andere is weer, moet helemaal niks van je hebben. En, Nou heb je het natuurlijk niet alleen gedaan. Er zijn nog twee andere leden van het bestuur die vanavond afscheid nemen. Wie zijn dat? Dat is Sjaak Bijlo. Die is vicevoorzitter, was die. En die heeft altijd de huurderszaken behouden. Dat blijft hij ook doen hoor, maar hij treedt alleen uit het bestuur. En Ger van der Bos, die al vanaf zeker 86 erbij is. Nou is het altijd lastig om nieuwe bestuurders te vinden. Is het jullie gelukt? Ja, we hebben een nieuwe voorzitter die niet in het bestuur zat. En dat is, kan ik vertellen, daar zijn we heel blij mee. En we hadden nog meer, waarschijnlijk in de toekomst nog een paar aspiranten die staan te springen. Maar die zijn nu nog niet klaar ervoor. Maar die komen volgend jaar wel. Je bent een echte bestuurder, een echte bestuurderstijger zou ik haast zeggen. Want niet alleen de bewonersvereniging, maar je hebt het SOBO gedaan. Je hebt bij ons bij de omroep in het PBO-bestuur gezeten. Is dat het aard van het beestje, Albert, om dat alsmaar te doen? Ja, ik denk het wel. Ik heb altijd een sociaal gevoel gehad. Op mijn werk heb ik altijd in de ondernemingsraad gezeten. Ben zelfs voorzitter van de ondernemingsraad ook geweest. Nou ja, met zwembad natuurlijk ook weer bezig nog steeds. Dus ja, het zit inderdaad in het aard van het beestje. De toekomst, stop je helemaal. Wat ga je verder doen? Ik ga het nu voorlopig een stapje terug doen, maar blijf in het bestuur van de bewonersvereniging. En dan blijf ik ook met actief bij het zwembad. Ja. Dan heb je met heel veel bewoners te maken gehad, met heel veel organisaties. Wat zou je tegen hen willen zeggen als afscheidswoord? Blijf altijd actief en kritisch naar de gemeente en andere instanties waarmee je zaken doet. Je wijk is voor ons en van alle bewoners en niet van de ambtenaren en andere instanties zoals die mensen die graag die huizen opkopen, weet ik voor allemaal die instanties. Nee, de wijk is van de bewoners die er wonen. En hier staat ze dan, de opvolger van Albert Bons na 35 jaar. Hoe lastig is het om zo'n legendarische man op te volgen, Bo? Ja, heel lastig. Het is natuurlijk wat Albert allemaal heeft gedaan voor de BVZ is natuurlijk allemaal heel bijzonder geweest. En ik heb het zelf niet eens allemaal meegemaakt, want ik ben zelf pas 26. Maar het is wel fijn om denk ik wel een beetje nieuw bloed in de vereniging te hebben om wat nieuws op te starten. Waarom ben je erin gestapt?
Ik ben daar eigenlijk een beetje ingerold. Ik deed natuurlijk altijd al vrijwilligerswerk in de buurt. En ik deed al heel veel voor Straatteams de Gorze. En Straatteams de Gorze valt onder de BVSZ. En vandaar dat ik eigenlijk vanuit Straatteams de Gorze bij de BVSZ ben gerold.